Woensdagavond om 8 uur ontvangt FC Groningen in de derde ronde om de KNVB-beker zaterdag topklasser Capelle uit Capelle aan de IJssel. Gezien de positie van Capelle op de ranglijst in de topklasse zaterdag mag FC Groningen geen makkie verwachten, want Capelle staat na 9 wedstrijden op de vierde plaats met 15 punten. En dat is 1 punt meer dan HHC Hardenberg, de club van Marcel Groninger. Ja, het is een hecht team dat vanuit een compacte verdediging speelt bij dat hele team. En van daaruit probeert snel te counteren. En dat kunnen ze heel goed. Ja. Ondanks dat ze counteren zit er ook heel veel voetbal in de ploeg. Ja, was dat ook zo in de wedstrijd tegen jullie? Want dat was volgens mij de competitieopening. Een 3-0 verloren zag ik. Ja, nou ja, wij waren het eerste half uur heren meester. Toen dachten we op de bank ook van nou, deze pot die pakken we. Mm-hmm. Maar we zijn er daarna kansloos met 3-0 afgegaan. Dus dat was heel teleurstellend. Op 24 augustus verloor HHC dus thuis met 3-0 van Capelle. Daarna bleef Capelle 6 duels ongeslagen. Maar uit de laatste 3 wedstrijden werd nog maar 1 punt gehaald. Jullie zijn wel weer dichterbij gekropen. Hè? Ja, na die eerste nederlaag hebben wij daarna 4 keer gewonnen en 2 keer gelijk. Maar de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat we de laatste 2 verloren hebben. Tegen ploegen die heel erg inzakken. He, dus dat blijft heel lastig. Dus je moet echt beducht zijn dat je de bal niet op een vervelende manier verliest. En dat je een counter om je oren krijgt. Want dat kunnen ze absoluut. Er zit veel snelheid in de ploeg. En ze hebben een goede spits. Natuurlijk moet FC Groningen morgenavond als eredivisionist de wedstrijd tegen Capelle winnen. Maar wat is verder het doel voor morgenavond? Wanneer is de ploeg tevreden? Ja, yeah, with a victory. It doesn't matter how. We have to win. It's a cup. Cup games are always... Always nice to play. Met welk resultaat ben je tevreden? Want puur met een overwinning? Puur met de overwinning is goed genoeg. Ja. Maar ook een beetje een leuke wedstrijd voor het publiek? Dat zeker, en goed voetbal. Van onderschatting zal bij FC Groningen normaal gesproken zeker geen sprake zijn. De ploeg trainde dinsdagochtend in elk geval gretig en scherp. Zo, hij is al lekker in vorm. Het is natuurlijk belangrijk dat wij in ieder geval super scherp zijn. Hè, dat we het met elkaar doen hè, en 100%. Hè, net zoals afgelopen weekend tegen Vitesse. Ja, en je moet snel scoren, volgens mij. Maar ik verwacht dat zij terug gaan spelen. Ik denk dat iedere amateurclub dat zal doen tegen een BVO-ploeg. Dus de ruimtes zullen klein zijn. Dus het zal lastig worden. En wat ik net al zeg, je moet snel scoren. Deze wedstrijd moet je gewoon beschouwen als wedstrijd zoals tegen Twente, PSV, Ajax. En dat gaan we zeker doen, want in de beker is ook een mooie ronde om door te gaan. En, ja, daar gaan we vol voor. We cannot lose our focus. We have to keep doing the same. Doesn't matter against who we're gonna play. We have to play with the same spirit. And I'm sure we're gonna do it tomorrow again. Is het dan wel leuk voor het publiek om naar te kijken? Nou, dat ligt dan weer aan ons, denk ik. Als wij niveau op de mat leggen, snel positiespel, de bal snel rond, de vrije man vinden, kansen creëren, dat kan natuurlijk allemaal. Snel scoren. Ja, dan denk ik dat het absoluut hartstikke leuk kan worden voor het publiek. Hou je elkaar scherp, ook tijdens de training, om morgen ook scherp te zijn? Sure. We spoke with the trainer also, spoke with us and he said that we cannot lose our focus. We have to keep doing the same that we did in the last games. And tomorrow will not be different. We talk with each other that we have to do the same. Veel doelpunten en het bereiken van de laatste 16. Dan is het duel tegen Capelle zeker geslaagd voor FC Groningen. In de beker is ook een mooie ronde om door te gaan en ja, daar gaan we vol voor. Ja, want als dan zit je bij de laatste 16, ja, dan kom je steeds dichterbij, hè? Ja, precies. Als je deze wint, kwalitatief moeten wij beter zijn. En, ja, dat gaan we zeker morgen laten zien en dan zijn we gewoon de laatste 16, dat is belangrijk.